Ja hoor. Dit is nog wel heel origineel. Ja, dat is, Ja, ze hebben hier dan ook een schuin in een schoor hebben ze tussenuit gehaald. Ja, ook al, dit is nog riet met leem erop. Dit. Dit is riet met leem erop. Dat kun je hier nog zien in de hoek. Maar dat gaat er waarschijnlijk uit. Dit. Hier? Je kelder al. Nee. Moet je daar. Moet je links. En wat is de keuken? Dit was het keukentje wat ze erin gemaakt hadden. Dat is de kelder. De opkamer zit daarachter. Dit was de haardpartij. Ja. En als je hierin gaat staan, kijk je zo naar het voorste. Zal ik even zaklantaarn pakken? Nee, ik denk het. Ja? Dit stuk hebben ze daar dan weer gemetseld, waar nu de deur zit. Dat is volgens mij ook een metsteen geweest, dit. Ja. En dat denk ik, als je het plafond kijkt, die in was schilderen. Oh ja. Zie je het loopt? Ja. Precies. Ja. Dus hier heeft ook een bedstee gestaan. Ja. En die trap hebben ze naar dienen gemaakt, want de balk is afgezaagd en opgeschoven. Dus dat gaat terug. De trap gaat er hier uit. Die gaat eruit. En de balk weer op zijn plek. Goh. Dus. Nou, en dan heb je opkamer. En ook nog een stukje kelder. Aan deze kant ook een opening in is. Heb ik nog nooit gezien. Vaak is het maar aan één kant. Ik denk zelf dat ze dit in de oorlog gedaan hebben. Stiekem een klein keldertje en een deurtje. Ik heb geen idee. Buiten zit er hier een raam, hoger, wat dichtgemaakt is. Ja. Dus ik denk dat dit ook een soort bedstee of zo geweest is. Nee, de opkamer loopt door, denk ik. Dat zou kunnen. Maar je hebt wel deze. Kijk, die is hier afgezaagd. Dus die zat op deze hoogte, net zoals die. Ja. Oh ja. Oh ja. Kijk, ja, zie je? Ja, ja. Is het geen kelder meer onder? Nog niet ontdekt. Maar als je volgende week komt, dan misschien verrassingen. Maar denk het niet. Dan merk je pas als je de vloeren eruit trekt. Ja. Ja, maar vroeger woonden ze ook samen, hè? Ja, dat weet ik. Dat waren de arme zandgronden, hè? Ja. Zandkneuters, hè? Ja. Maar je gaat echt terug de tijd in. In principe de buitenkant zoveel mogelijk originele elementen. Dus als je daar nog foto's hebt van vroeger, hoe het was. Ja, ik heb ze er ook gezocht. Ik heb ze klaarstaan. Je kan ze ook mailen. Ik zal even mijn e-mailadres en mijn kaartje geven. Geef ze gewoon even mailen. Dat is makkelijker misschien. Ja. Dan, kijk, binnen wordt het helemaal modern. Dit wordt allemaal schoongespoord, die balken. Ja, maar ze blijven wel zitten. Ja, nou dit niet, hè. Dit is nee, dat is al. Maar die blijven zitten. Dit, de middengedeelte niet. Dat gaat eruit. Ja. En dat is op zich wel goed, want dan kan ik die balken weer gebruiken om dit terug te plaatsen. Daarachterin is het ook verzakt. Ja. En hier hebben ze ook een aantal vervangen. Ze liggen verder van elkaar. Ja. Dit is, dus om zoveel mogelijk de originele constructie. En midden gaat het open tot aan het dak. Ja, die vier. Ja, die zijn aan de rand al vervangen. Hè. Ja. Ik vond dit is dat is gewoon een normale spaar. Is dat, hè? Ja, dit is gewoon een spaar. Dat is goed, dat is wel echt een parallel kromme. Hier een plaatje. Oh. Ja, knutsel eigenlijk. Dit is gewoon een tak van een boom. Ja. Ja, dit is de spanger uit het bos. Ja. Als je dit helemaal schoon hebt, en vooral die doedel is, die trekt zo mooi rood op. Hè.